mensen van het internet en welkom bij deze aflevering van Koudus Gameplay. Mijn naam is Wouter en vandaag gaan we verder met de mega super epische 100% gunterfrije game van Far Cry 2. Eens kijken, waar waren we gebleven? Oh, we moeten even naar de wapenwinkel, dus dat wordt naar Mike's Bar. Als ik goed heb. Waarom wacht ik? Ik denk dat ik verkeerd, hè? Ja, Mike's Bar dus. We rijden met de auto. En we rijden ver. En dit wordt wel leuk. Want dit is wel leuk. Dat waren mijn song skills voor vandaag. Oké. Okay. Er zit een tom of zo geslaan. Nu rechtsaf. Oké. Okay. Dat is trouwens links. Nee, dit is de brug waar ik vanaf gereden was. Hebben we goed? Of rijd ik weer helemaal de verkeerde kant op? Oh, zo kunnen we er ook komen. Of we niet door de stad. Ik heb niet zo zoek in de stad. Ik hoef niet naar de Picobello. Trouwens, degene die niet weet wat de Picobello is, dat is een ijsjeszaak. Iets graag. Ja. Het is maar dat je het weet. The more you know. The meer je weet, dat je later een scheet uit je mond. Niet uit je achterste. Gaat er nou een dood persoon? Nee. Ik ben dronken, zo blijkt maar weer. Ik lijk wel dronken als een beer. En voor mij ruik ik nu weer verkeerd. We moeten helemaal die kant op. Ik ben helemaal... Cockfight. Wat? Oh god. Oh god, sorry. Ik rijd mijn auto nu weer helemaal de kloot hier. Die boom staat ervoor. Is hij al net genoeg kracht om achter te rijden? Ja hoor. Als ze blijft staan. En we repareren die shit, want het is heel legit. Ik draai een moedje aan en we gaan met die banaan. Het is toch geen muurmonteur, wat een gezeur. Muurmonteur referentie. Ik heb zelf ook muurmonteur gespeeld. Ik had muurmonteur op volle C of zo, hoe het ook mag heten. Heb ik gespeeld. Toen ik klein was. Ik heb hem volgens mij niet meer. Het is grootste fout aan mijn leven. Dat zie je maar weer. Nee, er zijn wel meerdere fouten. Ik heb bijvoorbeeld... De allereerste Nintendo heb ik ooit een keer gehad. Maar die heb ik ook weer verkocht. Dus ja. Wat doe je nou? Shortcut, motherfuckers. Zak mijn nippels. Oh, kut. Oh, mijn dronken rijskills halen. Die brengen me weer ver. Oh shit, ik let even niet op. Oké, we zijn bij Mike's Bar en dat vind ik wel eens fijn. En ik parkeer mijn auto hier op een bier. Arabier, musketier, flatenier. Ik hak hem met de mes. Oké, fuck deze shit. What the car? My fucking Neon Master SS and Pro. Zo, fuck de radio. Er is helemaal niks. Nou ja, dan gaan we daar maar naartoe. Mijn auto is best wel vies of verroest, of allebei. Ja, fuck me raam. Had ziek idee. Zo, nu heb ik meer uitzicht. En hij is weer vermoeid, fijn. Pak. Lol. Oké, hier kan ik dus wapens kopen. Op deze super high-tech... 4x multicore computer. You sniper after wound and pick after anglers, but remember to liquidate frequently for long range punch if it's in the mortar. Yep. Nou, ik koop gewoon die shotgun, maakt het uit. Fuck yeah. Oké. Dan komt nu toch wel de grootste mysterie in de hele Far Cry geschiedenis. Naast wat Buck uit Far Cry 3 allemaal loopt te slikken en zo. Kijken, waar is die wapen? Waar is het wapen wat ik gekocht heb? Oh, hier. Ik zie hier het mysterie. Oneindig wapens. Die ik uit de muur kan pakken. What up with that? Oké. Kogels, brandstof en explosieven. Zo, komen we verder mee. Explosieven, daar komen we verder mee. Mijn motto is van, als je iets niet kan oplossen met explosieven, dan heb je niet veel explosieven gebruikt.
Oké, dan moeten we nu zeker de bouw in. Dat vind ik bar slecht. Nee, dat was bar slecht. Ja, ik leef nog. Hallo. You made it out. I wasn't sure what had happened to you. I'm Michelle. Hallo, Michelle. I'm sure you still need medicine. Malaria never really goes away. Inderdaad. That's the man you want to see. He has plenty of pills. Pillen. I'm sorry I was so short with you back there. Okay. For saving me. Hallo, kiddo. I hope the pills work. Kiddo. You people never stop. Here's the bloody tape, all right? That's it. Oeh, that's mag... all I've got. Moet ik ermee doen? Opeten? Nee, ik wil het opeten. Dit zijn mijn vrienden, dit zijn niet mijn vrienden. Dit zijn gewoon mensen die hier een beetje random staan. In Mike's bar. En waar is Mike? Waar de fuck is Mike? Het heet toch Mike's bar? Dit is veel te verwarrend. Hop. Nam nam nam, mijn tape. Ik vrees. I'm Ruben, all right? Ja, dat ik niet moet doen. Stringer, and you are new. I can tell by the state of your clothes. They're much too clean. You're taking a chance talking to me. I'm personal on rat around here. The warlords want me out of the country. They don't like the story I'm writing. It's about. Waar gaat het dan over? Oh, over de oorlog. Welke oorlog? Als wij spreken over de oorlog, dan spreken we over de Tweede Wereldoorlog. Do you know I have covered 16 wars across Africa? 16. And every time he has been there, selling his weapons and making a fortune while millions of people suffer. Wow. He thinks he can continue to do his work in secret, but not this time. This story is the Jackal is geen aardig persoon, mensen. Hij verkoopt gewoon wapens aan iedereen. Ik zou precies hetzelfde doen, maar oké. I make it sound very dramatic. We'll see if anybody back home even notices. That's back home, Africa. I've been interviewing people for months now. Diplomats, warlords, civilians, wherever I could trick into talking. Hallo. I had some fantastic material. Then the soldiers. Je kijkt me nu een beetje erg eng aan. They destroyed them. Maybe not. Ik ga wel bij deze man staan, want jij bent eng. I'm no good with a gun, you see. And you need one these days just across the street. Yep. Hallo. Hallo, si, si. Me gusta, taco. Muy bien, if you ever need any help, come find me. My name is Guyen. Hallo, Guyen. And stay away from the factions. Oké, doei. La 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 la, ik geef een neuk, ik loop een beetje weg. Als het goed is, zat er een diamant in dat gebouw wat ik net helemaal had loopt kapmessen. Dat is een goed Nederlands woord, zoek maar op. Kapmessen in stijl. Kapsnijden, mensen in stijl. Kijk, en nu is er opeens wel een koffertje. Was dat nou weer raar? Oké, fuck de radio. Fuck de radio, internet is het nieuwe medium. Oké, wat moet ik nu doen? Moet ik naar het dorp of zo? Inderdaad. Bam, bam, bam. Weg van Mike's bar, want Mike was er niet. Wat een stomme vent. Hij heet Mike en heeft een bar, maar toch is hij er niet. What up with that? Mike heet een kroket, daarom was hij er vast niet. Zwarte Piet. Hier zit de diamant in de buurt en ik weet precies waar. Zo. Wat is idee? Die kan vergrijpen, zeg. Terug in de auto. Ik vind het wel jammer dat er niet zo heel veel dieren in het spel zitten. Er zitten wel dieren, maar die kom je echt nauwelijks tegen. Terwijl Afrika toch echt een van de continenten is waar je echt ziek veel dieren tegenkomt, volgens mij. When I drive into the free fire zone. Nee, dat zouden wij juist niet meer schieten. This town is on the ceasefire. We mogen dus niet schieten. Dat is flauw. Ik ga het toch doen. Deed ze niks. Oh, nee, toch wel. Aan de muziek te horen heb ik iets verkeerd gedaan. Nee, ze zijn niet boos op me. Hey bro. Die praatje. Hier is de kerk. Pak er even mijn wapen. Nee, het is pistool. Shotgun. Hallo, meneertje met de mango's. Meneertje mango. I don't care, ik wil pillen. Pillen, pillen. Boom. We gaan een lekker party. Hard die hele hardcore nog door. Geef me je pillen. I think you should
take one of those right away. Nee joh, jij kan me niet stellen wat ik moet doen. Maar toch doe ik het. You can tell me what to do with your bottle of shampoo. Those will only last a short while, but I may know where to get more. Okay. Not all of my people have left. Many are trapped, scared of what will happen if they are caught trying to leave. And there are others who have chosen to stay. We try to help where we can. Nou, leuk. Allemaal mensen gevlucht en zo. Dit wordt nog wel een interessant spel. Oké, doei. You should come back when you require more medicine. Ja, ik heb nu al mijn pillen nodig, want we gaan de hele nacht door. De tutorial training elements are now finished. Jacqueline Carbonell, wie is dat nou weer eigenlijk? Ja, dit weet ik eigenlijk allemaal wel. Boom. Eens kijken. Wat gaan we nu doen? Hé, kijk, misschien een geweerding. Zal ik schieten? Dat lijkt me een paar slecht idee in dit geval. Ja, wat gaan we nu doen? Die kerels. Nee. Eens kijken. Dan gaan we naar die kerel. Dan gaan we met hem praten, even leuk babbelen. En deze zijn allebei kaal, ze lijken precies op elkaar. Hallo, ik noem jou Joop 1 en jij bent Joop 2. Kijk Joop. Nee. Dit was een slecht idee. Zal ik schieten? Nee, dan gaat het. Dan breekt de pleuris los. Als een tongbreker. Ik moet die kant op. Want daar staat een hint, denk ik in ieder geval. We kunnen eigenlijk uitzoomen met de map. Zo. Zo. Wauw. We switchen van kaart naar dezelfde kaart. Dat vind ik wel knap. Misschien heeft hij gewoon twee kaarten ervan in zijn zak. Oké, hoe moet ik het gebouw binnenkomen? Dit lijkt niet. Make the fuck off shit. That's it, motherfucker. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck heb ik fout gedaan? That's enough of this shit. I'll cover you, ready? Ik doe ook helemaal niks. Dan gaan ze gewoon opeens op me schieten. What the fuck is dit? Alles clear daarachter. Nu naar binnen. Oké, nu zullen ze hopelijk niet meer op me lopen schieten. Ik weet in ieder geval dat ik daar niet mag komen. Zo, even een spuitje. Zeg even full health. Oh, what the fuck? Ik schot opeens. Ik schrok me echt dood aan. Oh god. Er zit hem toch niet steeds achter. Er zit hem achter. Nee, dat doet ze juist niet. Hallo, jullie schoten net op mij. Het zal niet weer gebeuren, het spijt me. Oh, kapslok uit. Kapslok aan. Ik moet er toch echt naartoe en dan ga ik er naartoe en dan word ik beschoten. Hey! Stop there. No weapons. Come on, arms up. Oké, arm omhoog. Hey, vogels! Dat was echt slecht. Of is dat nou weer? Kort telefoon. Is er een bom? Het is een bom, oh my god. Wat is dit nou weer? Even opslaan. Dat ging niet helemaal als gewild. Hier is niks en hey, mooi telbuisje. Hey, wie ben jij? Wat is er going great for missionaries these days? We fight for the FL. You call me Dr. Kakumba. There is a special forces outfit in area, just gun for hire guys, but they are armed to the teeth. They okay. Are paid to parachute in and grab someone. He doesn't need to know. It's okay if he knows. They're here for a big shot from the APR, but if they take the APR, that's just a really violent or so. Just get to the point. The SF team is set up in good position in the desert, 2 kilometers to southeast. Okay. Yeah. Yeah. Geef me die map met weet ik van wat erin. Met porno of zo. Geef het hier. Geef dan. Waf af. Geef het dan gewoon een keer. Kerel. Oh, ik krijg gewoon geld ervoor. Doei. Oké, dus rijmen muziek. Ik ben geheim.
Nee. Nou oké, dit lijkt me een mooi einde voor deze aflevering van Kuilus Gameplay. Laat een duimpje en of een reactie achter. En abonneer op Kuilus.